Wat moet je als je vrouw zoveel leest dat je huis door al die boeken te klein wordt? Juist, je gaat op de boekenmarkt staan. Zo'n 160 kramen stonden er uit het hele land en de belangstelling voor de boeken was groot. Het weer, aanvankelijk guur, bleef redelijk. Heb jij al een boek gevonden? Nee, ik ben op zoek naar het Dagboek van een Muts. Dagboek van een Muts, waarom is dat zo leuk? Het is een populaire meisjeserie en ik vind het leuk om te volgen, want het is een groot verhaal en het is echt een pechvogel, het meisje die erin speelt. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met haar? Ze wordt veel gepest op school, alleen ze heeft twee vriendinnen, maar het is een groepje meiden die best rare dingen doen en met feestjes. En ze had ook een keer een verjaardagsfeestje, alleen dat liep helemaal uit de hand. Hebt u nog belang bij retrocamera's? Hoe vind je het hier op de markt? Nou, op het moment gezellig, hè? Al die mensen hier, kinderen en alles. Het is nog niet klaar, hè? Dus een beetje rommelig. Maar verder, gezellig. U hebt al wat gezien? Ja, we hebben hele leuke boeken gezien. Maar ja, dan ga je het nu allemaal kopen, dan moet je het allemaal meeslepen. Dus we gaan even kijken en dan straks aan het eind van de rit gaan we kijken of het er nog ligt. En dan nemen we het mee. Ja, ja. Wat moeten jullie hier doen? Nou, we waren net in de bioscoop, maar we gingen nog even in de stad rondkijken. Het komt altijd wel goed. Ik ga een baas omheen. Het komt altijd wel goed. Op een kapje, ik heb de zin. Het komt altijd wel goed. Het komt altijd wel goed. Ik kom van een stoel in je oude voel. Het komt altijd wel goed. De vliegtuig is goed. Ik zie dat u twee dikke boeken onder de arm hebt. Nou, u bent geslaagd, hè? Oh ja, maar ik kan nog wel veel meer. Dus boeken, daar heb je nooit genoeg van. Nee. Maar is daar niet een eind aan? Nee, zolang er nog kamers zijn waar nog een boek in kan, dan koop ik boeken. Ik heb mijn drager bij me, dus hij kan mooi extra boeken voor me tillen. Oh, dan willen we die drager ook wel even zien, hè? Ja, lijkt me heel verstandig. Ja, hier is de drager. Wij prijzen redelijk goedkoop en dan kan er wat af, ja, dat soort vragen. Het kaft kan af. En soms kan er wat af, soms niet. En het dan terugsmijten als het niet naar het zin is. Ja. Maar dat is niet geks, dat gebeurt eigenlijk sporadisch. Ja. Ja. En niet in Almelo natuurlijk? Helemaal niet in Almelo, nee, daar wordt niet onderhandeld. Want Almelo kent de prijzen en die zeggen, zo, die Roland, die is scherp geprijsd, die kopen wij graag.